Hello, B-Reddas! Do you know the way? Mijn koningin, excuseer mij. Weet u de weg? Het is wel Minecraft-tijd! Yes! Verdomme, nou doe ik weer alles verkeerd om. Minecraft-tijd! Yeah! Welkom bij de meest kindvriendelijke show. Waar alle kinderen heel leuk naar weg kunnen kijken, waardoor ik wel advertenties krijg op mijn video. Het is mij opgevallen sinds ik woorden gebruik als S-up. Je snapt wat ik bedoel. Dat ik eigenlijk geen stront verdien met Minecraft. En daarmee bedoel ik 6 uur werken aan een video voor €5. Huts. Maar ik weet het jongens, geld is niet alles. Maar ik ga er gewoon even op letten, oké? Dat is wat ik probeer te zeggen. Wat is hier nou weer gebeurd? Ik ben heel even weg uit Minecraftland. Nou oké, dit heb ik zelf gedaan. Ik ben heel even weg uit Minecraftland. Zwijg! Jullie ongedierte. Nee, stil! Ik zeg stil! Wow, het is opeens stil. Kijk, wow, ik ben zo dominant. Het werkt perfect. En ik heb mijn volume uitgezet. Oké, ja. Hi, ik heb zin in Minecraft, jongens. Road to 400.000 abonnees. Laten we even super hard smashen op de abonnee. Dan doe ik een feedback giveaway of zo. I don't know. Doe maar. Yes. Season 10 komt al bijna aan van Fortnite. Dan gaan we wel lekker Battle Royale. Geen zorgen. Ik ben nog steeds warm, oké? Ik speel eigenlijk nog superveel Battle Royale. Oh, maar zijn hier dingen veranderd. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Oh nee, dit is mijn vleesopslag, by the way, jongens. Dat wisten jullie ook niet. Ik heb wat dingen georganiseerd. Dus hier is nou echt gewoon alleen maar tuingrij, ongeveer. Oh, wat is dit? Gekleurd wol. Wat heeft Roedie San daarmee gedaan? Nou, daar komen jullie dadelijk achter. Dat is misschien wel het meest epische wat jullie gaan zien in deze aflevering. Ja, ik heb een bel genakt. Ik heb name tags, yeah. Ja, die wil ik eigenlijk wel gaan gebruiken. Maar dat wil ik dan gebruiken in mijn evil lair. Oké, maar ten eerste, wat is dat? Ten tweede, oh, zwijg. Oh, dat ging wel bijna. Ten tweede, wie heeft jou gevangen genomen? Excuseer mij, lama. Klonk, klonk, klonk. Weet u de weg? Nee, oh. Roedie-san, doe nieuwe skin. Nou, dit is mijn nieuwe skin. Deze past denk ik wel het beste bij mij. En nee, de meme is niet dood. Dit is de beste meme. Geef toe. Dit is altijd al de beste meme geweest. Ik wil jou in mijn laboratorium opsluiten. In mijn kwaadaardige laboratorium. Ik ga daar eerst even kijken. Misschien kan ik hem wel gewoon recht naar beneden graven. Dat is wel een beetje zonde van mijn dak, maar het... Oh, geel! Oh! No. Nou, jullie hebben niks gezien. Maar wat is dit? Is dit een nether kasteel of iets? Een nether fortress in mijn achtertuin? Nani. Ik weet niet waarom die hier... Wat is dit? Oh, die maakt zichzelf van kant. Jukt! Jeet, godkak, jeet. Hij is dood, hij is dood. Ik weet ook niet wat het is. Is dit gewoon voor de fun? Oh, roze! Beroeders, ik zweer, er is niks gebeurd. Oké, ik heb wel wat gewerkt aan mijn basis. Ik doe even een roomtour. Zijn jullie er klaar voor? Nou, welkom. Ik heb lampionnen geplaatst. Dat was het, bedankt voor het kijken. Ah, Pedro! Jij ook hier, makker. Kom even met me mee, ik laat je alle veranderingen zien. We beginnen hier beneden, want dit heb ik ook aangepast. Kijk, lekker lanterns. En ik heb hier alles wat strakker gemaakt. Mooi, mooi met mooie lichten. Mooi plafonnetje. De muur heb ik wel van stone gelaten, maar deze keer wel echt volledig steen. Geen cobblestone. Omdat het toch in een berg is... Pedro, kom maar uit. Omdat het toch in een berg is, weet je wel. Hierachter zit niks. Hierachter zit... Oh, dit heb ik niet opgeknapt. Helemaal verkeerd. Hallo, ik ben Roedie. Ik heb een geheime kamer gebouwd in mijn huis en die vergeet ik op te knappen omdat het een geheime kamer is. Gewoon letterlijk gewoon woes. Oké, yes, dat ben ik. En kijk eens aan, dit is ook super mooi en afgemaakt hier. Oh. Pedro, wat vind je ervan? Pedro, waar ben je? Hallo? Hier buiten heb ik ook nog gewerkt. Kijk, er is hier gewoon een heel pad. Heb ik fakkels? Ik heb fakkels, die heb ik wel even nodig namelijk. Nou ja, weet je, doe me gewoon even huts en een huts toch, Pedro, of niet? Ja, dat dacht ik al. Ik ga even fakkels langs het pad op plaatsen. Het is wel zo handig voor de spawns. We gaan het gewoon even extra mooi en sexy maken, oké? Eigenlijk moet hij daar. Kijk, ik vind dit wel mooi en sexy. Zo, maar waar gaat dit pad helemaal naartoe? Misschien naar iets nieuws. Ik verwacht dat er iets heel tofs gaat zijn aan het einde van dit pad. Waar gaat... What? Jullie hebben niks gezien, oké? Jullie hebben helemaal niks gezien. Ik vraag me af waar dit pad naartoe gaat. Waar gaat dit pad naartoe? Ik ben zo benieuwd. Wauw, gewoon naar boven. Oh, inderdaad. Naar mijn nieuwe tuin. Dit hadden jullie niet verwacht, hè? Nee, ik ook niet. Oké, ik ben verward. Kenny! Kenny, nee, kijk, je hebt hier lama's. Maar je hebt hier... Waar is jullie leider? Ik hoor hem. Kenny, wat is er gebeurd? Kenny, ik ben zo confused. Zit hij onder de grond? Is dat een ding? Oké, we gaan het gewoon even checken. Ik heb vast wel een pick... Oh, mijn pickaxe ben ik kapot. Is die man onzichtbaar? Hij is 100% onzichtbaar. Die man is legit 100% onzichtbaar. Oké, Pedro, jij blijft hier. Ik ga weer omhoog. Ik ben zo verward om dit. Ze worden gewoon even onzichtbaar om een boeboe. Oh, misschien is hij onzichtbaar door... Wow! Wow, Brenda! Wow! Oké, tovenaar. Nee, ik ben bang. Ik ben helemaal klaar met die tovenaars. De tuin. Kak, tovenaar. Ik vergeet het altijd weer. Wacht! Jongens, wij moeten praten. Sommigen van jullie zijn nog geen behoeder. Het is heel simpel om dat te worden. Je moet gewoon even op dat abonneerknopje drukken. Maar wat ik ook wil zeggen is... Jullie denken... Omdat ik niet meer zeg, morgen Minecraft voor 6000 likes... dat jullie niet meer hoeven te engage op mijn video. Mannen! En dames. Gewoon... Morgen Minecraft video, maar alleen als jullie 6000 likes achterlaten. 5000. Ik weet niet hoe laat deze video vandaag gaat liken. Gewoon veel, oké? Doe er heel veel. Zoveel als je kunt. Je kan er maar één per... Doe gewoon je ding, oké? Maar dit is mijn tuin. Welkom in mijn glorieuze tuin. Kijk, ik heb het nu zo opgedeeld. Dit zijn pompoenen. Het is gewoon netter gemaakt, oké? Dat is wat ik probeer te zeggen. En met netter bedoel ik niet deze netter paddenstoelen. Nee, gewoon netter. We hebben de badlood aan de carrots. Na al die tijd zijn wij de meest rijke rakkers in heel Minecraft-land. Wie had dat ooit verwacht? Van arme sloeber, maar wel pro, naar rijke wortelmeneer. Het leven is fantastisch. Echt, de mensen die nu nog denken van... Oh, die behoeder heeft wortels nodig. No, no, no. En deze dingen, geen idee wat ik ermee kan. Maar jullie zeiden tegen mij dat ik ze moest planten, dus dat heb ik maar gedaan. Maar natuurlijk, jullie zijn ook niet dom. Jullie hebben ook al gezien dat daar iets was bij het water. Ik ga er zo meteen langs. Sorry dat ik moest grappen en dan naar mijn tuin toe ging. Oh, oké, dat geeft wel iets meer. Kan ik dan ook een wortel koken? Thanks voor de nether brick, brother. Excuseert u mij? Ik ga jullie nu mijn kwaadaardige laten zien. Oh, en ik moet ook iets goed maken in deze aflevering. Het spijt me enorm, broeders. Ik heb... 2, 3, heel veel afleveringen geen graafje dood gedaan. Maar dat gaat komen in deze aflevering. En ik doe het niet 1, maar ik doe het 2 keer. En ik ben een man van mijn woord. Ben ik echt, maar ik vergeet heel vaak gewoon dingen. Oh, dit is... een... Wat? Nee, dit moet ik even van verder weg bekijken. Wow! Het is een hoofd met een neus. Waarom huilt deze man? En dit is allemaal... Dit zijn tong... Sta ik op mijn tong? Iakkie. Ik sta op een tong. Gadverdamme. Maar wat is dit dan? Ik sta in zijn mond. Excuseer mij. Sta ik in uw mond? Kluk, 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 kluk. Oh, en wat is dat? Ik zie daar 2 gekke pilaren. Kan ik hier dan doorheen? Oh, de huig! De huig! Ik heb echt geen leven, ik zweer. Ik heb echt helemaal geen leven. Jongens, gun mij een leven. Welkom in my evil lair. Soms moet ik echt gewoon even stoppen. Oh, Minecraft, dit is geweldig. Ik heb gewoon een huig gemaakt. Weet je wat het mooie is? Als je super ver weg bent van dit ding, dan zie je dit portret niet. Dan zie je gewoon dit hangen, weet je wel? Dan zie je echt zo'n huig achter in die keel. Oh, dit is fantastisch. Luister, broeders. Ik heb dus nog 2 name tags. Ik wil die gaan gebruiken op dingen. Jullie zeiden nog dat er een grum was en een dinnerbone. Maar ik kon er niet echt uithalen of ze hetzelfde waren of niet. En iets met een konijn, maar die leek me niet zo bijzonder. Maar, hey, Jeb, binnenkort heb jij nieuwe vrienden, oké? Binnenkort. Ik moet ze alleen even op een soort van efficiënte manier hier binnen krijgen. Maar ik ga eerst even hier aan werken, zodat ik later graafje dood kan doen. Pedro, hier. Maar geloof het of niet, dit project kostte wel wat tijd. Want je moet dit uit dice maken. Nou, ik heb dus niet meer echt superveel pink. En daarvoor heb ik deze bloemen nodig, de pionies. Nou, ik had er dus een heel wat gevonden, maar... ja, niet allemaal, weet je. Maar goed dat ik nu wel de mega schapenstash heb, dus die kunnen we weer even... Gewoon even bijwerken. Kijk, nieuw kapseltje, lekker voor in de zomer, jongens. Genieten, toch? Genieten. Geef nou even toe, dat is gewoon genieten. Thank you. We kunnen het er wel gewoon mee doen. Hier hebben we dus al 10 blokjes. En daar hebben we weer 2 die erbij, 4 die erbij. Oh my god. Ik heb dit idee dus besproken in een van de eerdere afleveringen. Ik wil een gezicht in de rots. En dan dat de tong gewoon de haven was. Nou, ik moet zeggen, dat is pittig goed gelukt. Alleen, ik wil zoveel verder de oceaan in met mijn tong. Dat het gewoon even wat tijd gaat kosten. Niet echt heel ver. Maar wel echt, ja, tot een beetje die lengte, denk ik. Natuurlijk ben ik heel pro. Maar ik heb een vraag voor jullie. Zie het als een quiz. Wat is... de beste manier om bloemen te farmen. En te planten. Kun je ze planten? Ik weet het antwoord al lang, oké. Maar ik wil gewoon heel veel roze bloemen bij elkaar farmen. Daar komt het op neer. Oh, wat schattig. Zijn dat pillagers? Hap, 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 hap. Kom maar op. Ik ben klaar voor de strijd. Hap, 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 hap. Kom maar met mij. To battle! Attack! Attack! Oh, 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 wat? Hier staan gewoon roze bloemen. Huts. Huts. Attack! Attack! Wilfred, pak ze! Sorry, Wilfred. Ik bedoel Pedro. 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 Hang on. Pedro, pak ze. Pedro. 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 Zo sterk, Pedro. Pedro. Oh. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oh. Teamwork. Makes the dream work. Oh, je staartje staat wel heel laag. Weet je wat ook laag staat? De advertentie-inkomsten op Minecraft. Dat is de realiteit, jongens. Oké, zijn staartje staat weer omhoog. Hij is zo blij. Dit is echt zo fout. Ap, 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 ap. Ik heb al wel 15 levels. Een schaafje dood wordt heel riskant. Maar ja, maakt niet uit. Maar het is tijd voor belangrijkere zaken. 1. Bloemetjes. 2. Ik ga eindelijk Hanneke bekronen. Tot opperpaard, oké? Hanneke wordt eindelijk het meest bijzondere, rijke stinkpaard in de wereld van Minecraft. Na de reclame. Kwam er een reclame? Nee. Ah, balen, man. Mijn boterhammetjes. Hanneke, jij en ik, baby. Je hebt dit verdiend. Ik bekroon je nu tot diamond, Hanneke. Meh. Want ik wil gewoon even kijken wat er gebeurt als ik dit hier plant. Gebeurt er dan iets? Ik denk het niet eigenlijk, maar je weet maar nooit. Eureka! Bone meal of iets. Maar laat ik niet alle botten erin doen. Hé, hey, Pedro. Oh, jij wil natuurlijk wat botjes. Boe, 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 boe. Oké, ik heb de bone meal. Hap, 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 hap. Oh, dat werkt dus blijkbaar niet. Jeetus de lietus. Krijg nou de titus. Nee, dat werkt voor geen meter. Bone meal, bone meal, bone meal. Oh, wow. Bruh. Oh. 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 Oh, wat? Oh, dus zo kun je bloemen krijgen eventueel. Oh, maar dit zijn dan... Maar, hoe weet je wat voor bloemen je krijgt dan? Of is dat per blokje bepaald of zo? Yo, wat vet. Oké, maar dat heeft het dus helemaal geen zin om... Oh. Dan is het legit geen zin om... Om die bloemen dan te plukken. Dat is er meer echt zo'n... Ja, ja, ik denk dat je random bloemen krijgt eigenlijk. Stom. Kom op, jongens. Ik wil roze. Geef me roze. Oké, hoe ga ik nou succesvol die villager hier beneden krijgen? Het zit gelukkig in het kippenhok. Dus dat kan me een beetje gestolen worden. Ik kan... Dit is even een heel grof plan, hè. Waar zit mijn evil lair? Het zit sowieso recht onder. Dit is net de rand. Als ik ze hier in dit gat kan lokken... Dan kom ik 100% in mijn evil lair. Of net niet. Oké, kom ik net niet in mijn evil... Alhoewel. Er is still hoop. Alleen de drop moet niet... Oké, dit is allemaal evil lair. We gaan het gewoon op deze manier doen. Ik fix het later wel, oké? Luister naar mijn woorden. Ik ga dit oplossen. Meh. Kijk, die kippen die willen wel. Maar deze nog niet. Hé, hey, rakkers. Hé, moet je eens kijken. Kijk, een lekker plantje. Ja, lekker. Of wat lust je liever? Wheat seeds? Nee, dan gaan al die kippen gaan er dan in. Oké, wat... wat is zo'n lama? Potato. Do you like no potato? Potato. No potato. No. En een wortelstokje. Oh, lekker, hè? Ja, dat is goede spoepoe. Hier. Kom eens hier. Ze volgen me nu wel. Kom even hier. Kakkende rakkermakkers. Kom even hier. Ik kan jullie gewoon duwen, toch? Ga erin! Nee! Verwijder jezelf even naar die positie. Kom op. Ga erin! Kom op! Klein stukje nog. Ja! Ja! Ze zitten erin. Oh, ik heb twee. Ik heb een lead. Eindelijk. Ik heb eindelijk een lead. Oh mijn god. Geweldig. Oké, genies. Jullie hebben helemaal niks gezien. Oké? Welkom. In mijn kwaadaardige lair. Nee, nog niet naar beneden komen. Ik ben iets vergeten. Nee, hold up. Klein momentje. Jullie vallen daar en dan daar. Dus dan moet ik hier ongeveer... Oh, dit wordt zo'n grote hok. Oh, nou ja, het moet beter even te groot dan te klein, weet je wel. Dat is wat ze vaak zeggen. Heel even geduldig daarboven, jongens. Ik ben nog even... Ik wil ze wel de ruimte geven. Ze zijn wel vrije uitloop. Lama's. Ja. Ah! Jij bent nu al binnen! Hoe pas je daar doorheen met je dikke gat? Oké, nou, maar niet. Weet je? Prima. Dan weet ik in ieder geval dat de kooi voldoende is. Nee, ik sluit je niet op. Ik zweer. Dit wordt gewoon een hele gezellige logeerpartij. Ik zweer. Luister. Ik zweer. Klik, klik, klik. Oh, die andere is ook beneden. Alleen pittig onzichtbaar. Nou, de laatste nog. Kom hier. Kom naar beneden. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Ah, dat is fantastisch. We hebben weer nieuw voer om mee te experimenteren. Nu moet ik alleen nog een keer een goede entrance hebben. Hey, welkom. Oh, hij is weer onzichtbaar hoor. Ik zit even het hok wat klein op te maken. Als ik nu echt een savage zou zijn, dan zou ik de merchant scheiden van zijn lama's. Maar ben ik dat? Eén telefoontje per dag is een luxe. Oké, geregeld. Ik ben nu wel heel even verward, want ik hoorde deze man niet meer. Ik zie ook geen belletjes. Ik ben letterlijk gewoon even flink verward nu. Zit je verdomme te kidnappen? Je hebt gewoon het privilege om hier in mijn kwaadaardige schouwplaats te komen. En dan doe je dat. Nou, we zullen zien of die er binnenkort weer is. Hé, hey, wat vind je van je nieuwe vriendjes? Ja, ja. Nu kun je oogcontact maken, maar niet voor lang. Alhoewel, ik heb wel een idee wat ik ermee kan doen. Oh, wat zijn die twee pilaren, vraag je af. Komen jullie wel een keer achter. Hé, hey Pedro, ik heb mensen gevangen. Het was zo leuk. Bedankt voor het luisteren. Klonk. Ik heb even lekker hard geklonkt, jongens. Ik moet nog steeds een epische ingang hebben voor mijn kwaadaardige... dat ding. Maar voor nu ga ik iets tofs doen. Ik hoop echt oprecht dat de merchant er nog is. Want ik ga zijn wereld op zijn kop zetten. Ha, 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 ha. Wat? Waarom huil je eigenlijk, makker? Hé, hey, stik en huig. Huig, huig, huig. Huig, huig, huig. Hallo? Nee. 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 Na al die moeite. Na al die moeite die ik hierin heb gestopt. Zijn ze gewoon weg? Zo kun je niet zijn. Zo kun je niet zijn. Ik kijk heel even niet. Zo kun je niet zijn. Ze zijn ook niet hierboven. Nee. Waarom zijn ze zo? Ik kan ze gewoon niet vinden ook. Oh, wat is dit? Ja, dit is ook wel leuk. Wat cool. Ligt hier loot? Oh, is dit zo'n ding? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, dit heb ik al een keer opgeblazen. Ah, ik dacht dat het een nieuwe plek was. Ik kan ze gewoon nergens vinden. Helemaal nergens. Ik ben hier al op een village gestuurd, maar ik vraag me even af of ik hier eerlijk ben geweest. Ik zit hier ook gewoon met al mijn waardevolle spullen rond te lopen. Ik heb 2 nametags bij me. Weet je nu hoe moeilijk het is om dat te verkrijgen? En nu ben ik hier. En dit lijkt op een swamp of zo. Dat is de eerste keer. Hallo swampmannen! Want ik kan hier niet bewegen. Dit is net als in Fortnite. Als je op het water gaat, moet je gewoon even vloeren bouwen. Yes. Hop, 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 hop. Hop, hop. Oh, dat wilde ik niet. Nee, sorry. Spin. Stop taking the bullets voor de creeper. Oké, het is... Oh! Oh. Sterf. Yo, 2! Oh nee, dit is gevaarlijk. Ik haat deze dingen. Ik weet niet hoe ik effectief deze mannen kan verslaan. Dat is het ding. Oh, zo dus. Wat zit daar dan binnen? Een zwarte kater! Zo. Fire in the hole! Maar ja, ik weet ook gewoon niet wat is. Jezus, het is een tovenaarshuisje. Wat dan nog, hè? Kom hier. Ik heb visie voor je. Vis, vis, vis. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. Oké, meer kan ik letterlijk niet doen. Stelletje leugenaars in mijn comments. Oh, Roedie, moet ik al vis geven? Ja. Trap ik dus nooit meer in. En dat andere leuke ben ik compleet kwijt. Nu zit ik in een biome met hoge bomen. Man, ik was bij sneeuw net ergens. Toen ik vis aan het vangen was. We ontdekken zoveel. Gewoon puur omdat ik een merchant aan het zoeken ben met zijn lama's. Ik weet letterlijk niet meer wat mijn basis is. Ik heb het ijs gevonden. En dit. Oh mijn god. Dit is de moederlood. De moederlading. 100%. Oké, luister. Dit is geen villager. Maar het is wel geinig. Zijn deze dingen ook agressief of niet? Klonk, klonk, klonk. Excuseer mij. Weet u toevallig de weg naar huis? Nou, misschien kunnen we hier wat mee. Ben je nu al van mij? For real? Bruh, dat ging snel. Jullie... Nee, kom hier. Ik heb jou ook nodig. Oké, bedankt. Jullie zijn nu allebei van mij, toch? Oké, stop met zitten. Jullie kunnen me tenminste wel naar huis volgen als het goed is. Yay! Ze teleporteren mee. Ah. Ik ben zo verdrietig. 1 like is 1 verdrietig, jongens. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, maar 1 van jullie kan maar het achterlijke neefje zijn, als je snapt wat ik bedoel. En jij bent het. Welkom bij de familie. Kun je me wel even volgen? Kom, volg mij. Je hebt maar 1 achterlijk neefje. Die andere die is te bewaken, de andere is het achterlijke neefje. Achterlijk neefje, kom eens hier. Yay, bra. Oh, dat wilde ik op die lama doen. Ah.